Goedenavond, fijn dat u weer kijkt naar het gesprek met de burgemeester, live vanuit het torentje aan de Vondelvijver. Meneer Van der Laan, welkom. Ja, we beginnen met heel heftig nieuws. Gisteravond is een 10-jarig jongetje overleden na familiegeweld. Ik snap dat u nog niet heel veel kan zeggen, maar wat is uw reactie daarop? Ja, het is onwaarschijnlijk verdrietig dat in de huiselijke kring een jongetje van 10 wordt doodgeslagen. En iedereen in de buurt, op de school van het jongetje, iedereen echt kapot. Ja, ik begreep al dat er in de buurt al wel wat signalen waren dat er mis was met dat gezin. Dat er ook als politie heeft is wezen kijken. Dat wordt allemaal onderzocht. Dat wordt onderzocht. Het is, dat ligt inderdaad zo dat er was wel bekend dat dat huiselijk geweld in deze familie voorkwam. Maar ja, dat wordt allemaal natuurlijk wel goed op een rijtje gezet. Het is nu vooral heel verdrietig dat die arme jongen overleden is. En dat betekent ontzettend veel voor bijvoorbeeld de kinderen op school. Die vanochtend, de school doet dat heel erg goed, een bijeenkomst hebben gehad. En morgen is er een bijeenkomst op de school weer. En de stadsvoorzitter is ook heel actief. Dus iedereen probeert wel een beetje te helpen, maar dat kan natuurlijk nauwelijks. Ja, vreselijke nieuws. Ja. Dan, burgemeester, gaan we het hebben over een ander onderwerp waar eigenlijk al, misschien wel kunnen we zeggen, te veel over is gezegd, namelijk de intocht. Wat op zich leuk is, de intocht van de Goedheiligman. En ja, ik moet heel voorzichtig zijn, laten we zeggen, ze helpers. U roept op tot een gezellig feest. Naar mijn gevoel is de sfeer eigenlijk een beetje verziekt. Wordt het nog wel gezellig? Nou, de sfeer is verziekt tussen volwassenen. Er zijn ook allerlei gematigde mensen die hele verstandige dingen zeggen aan beide kanten van van de discussie. Maar er zijn ook volwassenen die zich gewoon helemaal laten gaan en doen alsof er geen kinderen bestaan. Ook weer aan beide kanten. En ik denk dat we nu gewoon als volwassenen moeten zeggen, hoe dan ook, is dit een kinderfeest. We laten de kinderen nu met rust in dat feest. En bovendien, u heeft het gezien bij het Sinterklaasjournaal, u ziet het met het Amsterdamse comité. Met behoud van de traditie, dus daar hoeven mensen zich geen zorgen over te maken, komt er toch een beetje verandering, waardoor mensen die associaties maken met slavernij enzovoort ook weggedaan wordt. Laten we nu maar gewoon weer gezellig doen. Toch wordt er zondag wel gedemonstreerd op het Beursplein, naast de route. Dat lijkt toch voor kinderen die daar staan wel vervelend, want die kunnen ook niks aan de traditie doen, hoe die is ontstaan. Die zitten eigenlijk niet op zo'n demonstratie te wachten, denk ik. Nee, daar heeft u gelijk in. Maar net als de Sinterklaas intocht heilig is in Nederland en dus ook in Amsterdam, is ook het demonstratievrijheid is heilig. En wat we proberen is in de plaats en de tijd het effect van de demonstratie op de kinderen zelf zo minimaal mogelijk te houden. Daar zijn goede afspraken over met de organisatoren en ik reken erop dat ze zich daaraan houden. Ja, in Gouda zijn er zaterdag, want dan komt de Sint ook al naartoe, undercoverpieten om de boel te beveiligen. Zijn die er ook in Amsterdam? Nee, dat vinden wij een te zwaar middel voor dit. We hebben wel allerlei maatregelen getroffen waarover ik nooit een mededeling doe. Maar we gaan ervan uit dat dat niet nodig is. En dat iedereen, hoe opgewonden ook, zich realiseert, de kinderen laat je in hun waarde. Ja, laten we hopen op een mooi, gezellig en waardig feest. Dat doe ik ook echt. Ja. Gaan we door met voetbal, want voetbalsupporters blijven maar voor problemen zorgen. Nu afgelopen zaterdag in Zwolle. Ajax voetbalde niet, toch werden er 31 man gearresteerd. Wat was daar eigenlijk precies aan de hand? Nou, het is eigenlijk weer een bizar verhaal. Ajax speelde op zondag tegen Cambuur Leeuwarden. En op zaterdagavond gaat een deel van de harde kern Ajax supporters naar Zwolle. Zaterdagavond dus, in een plaats waar Ajax helemaal niet speelt, om te knokken. Ze hebben het geweten, ze zijn allemaal gearresteerd. Ze hebben korter of langer vastgezeten, ze krijgen natuurlijk allemaal nog een strafzaak. En ze hebben allemaal een stadionverbod gekregen. Ja, een stadionverbod voor 3 jaar. Toen zat ik wel meteen te denken, dat zorgde misschien wel voor dat zij, ze deden het eigenlijk alweer, voor problemen in de stad kunnen zorgen. Ja, dat is een goede vraag, want dat is precies het probleem dat we de laatste jaren zien. In de stadions, in ons geval Arena, hebben we het eigenlijk behoorlijk op orde gekregen. Niet altijd, maar en niet volledig. Maar de mensen met een stadionverbod, die gaan dus elders aan de gang. Hè? Zelfs tot in Zwolle aan toe. En dat hebben we de laatste jaren gezien. Dat was vaak de binnenstad, met name bij internationale wedstrijden. En daar zijn we nu ook aan het, daar komen we ook naar voren. Maar we hebben het probleem er nog niet onder.
Gisteren werd het hele afgelopen voetbalseizoen geëvalueerd in de gemeenteraad. En het blijkt, want we hebben het even bij elkaar opgeteld. In totaal is de Amsterdamse politie ruim 40.000 manuren kwijt aan dit gedoe. 40.000 manuren. Het is misschien simpel gedacht, maar in die tijd kun je natuurlijk heel veel andere criminaliteit oppakken, aanpakken en oplossen. Nee, dat vind ik helemaal niet simpel gedacht. Dat is hartstikke reëel gedacht. En dat is een van de zorgen. Het is overigens wel zo dat we naar verhouding toe is het wat minder geworden. Omdat Ajax meer wedstrijden speelt. Omdat ze natuurlijk 4 keer kampioen geworden zijn. En met name die Europese wedstrijden vragen capaciteit. Maar u heeft helemaal gelijk. Maar minder geworden, het is toch juist meer dan 2 seizoenen? Het is ietsje meer geworden, absoluut gezien. Maar Ajax heeft meer wedstrijden gespeeld. Zowel Europees als voor de KNVB-beker. En dan is het juist wel wat minder geworden. Maar het blijft veel te veel. Dus ik betwist u niet. Vindt u dat dan zelf ook persoonlijk vervelend? Dat het niet lukt om dat substantieel naar beneden te krijgen? Nou, ik vind wel dat we op de goede weg zijn. Want we doen 2 dingen tegelijk. Wij proberen het te normaliseren. En we proberen die overgrote meerderheid van supporters, die gewoon heel prima zijn, ook te laten zien dat we dat waarderen. Weet u, toen Ajax kampioen werd, het grote banier op het Shell-gebouw over Hoeks, de Ajax-tram die door de stad rijdt. We zijn gewoon met hen op zeer goede voet. En die kleine groep, het zijn er niet meer dan 200, die zo heftig uit de bocht vliegen. Ik mag wel zeggen, pakken we heel streng. En wat mooi is van dit jaar, het ging erg mis in Rotterdam met die bekerfinale. Ja. Ajax heeft natuurlijk altijd een moeilijke positie, waar ze ook wat dubbel in zijn. Want die staan natuurlijk heel dicht bij de supporters. En zijn ook waren een beetje bang. Ajax heeft na de bekerfinale in Rotterdam echt consequent gezegd, Oké, we weten hoe het ervoor staat, wij gaan jullie helpen. En dat hebben ze gedaan door te zeggen, als er nog iets gebeurt in een uitwedstrijd, met onze uitsupporters, gaan ze 5 wedstrijden niet mee. Ja. Nou ja, dat helpt. Moet u als burgemeester van een toch behoorlijk grote stad niet in Den Haag gaan pleiten voor het meebetalen van voetbalclubs aan die politie inzet? Want van Ajax, hè, 100 miljoen euro op de bank, de directie verdient allemaal tonnen, krijgen tonnen bonussen. En Amsterdam, dat draait er maar voor op. Ja, kijk, als voetbalsupporter zou ik me best willen uitlaten over die salarissen van Ajax. Maar als burgemeester ga ik er echt niet over. Uw echte punt van, is het nou niet reëel dat Ajax en andere clubs meebetalen aan de... Daar ben ik altijd de voorstander van geweest. Het is niet alleen maar voorstander, of gaat u daar ook echt iets voor doen? Nou, daar heb ik al het nodig geprobeerd. Maar daar loop je toch wel op tegen de landelijke politiek. Die zegt, nee, dat zijn principieel gescheiden dingen. Ja, ik vind het niet zo gek wat u zegt, want de vervuiler betaalt, dat vinden we een heel normaal principe. Nou, ik zeg niet dat het eigenlijk zo'n vervuiler is, maar u wil niet weten hoeveel mensen wij kwijt zijn. Alleen al om mensen die allemaal een taxi nodig hebben naar de wedstrijd in goede banen te leiden. Hoeveel we nodig hebben om mensen de juiste kant op te sturen voor het parkeren die met de auto komen. En dan dit probleem nog van de hooligans erbij, kost het inderdaad eigenlijk te veel capaciteit. Is het wat om een G4-verband op te pakken en daar toch nog voor te gaan pleiten? Ja, en dat gebeurt ook. Ik denk dat het moment niet ver weg is. Dat daar een andere verdeelsleutel komt van die kosten. Of je moet het in een andere sleutel zien met hetzelfde effect. Tot nu toe hebben al die voetbalclubs, Ajax is echt niet slechter dan de anderen, gezegd, onze verantwoordelijkheid houdt op in het stadion. Zodra men buiten het stadion is, is het niet meer ons probleem. En dat vind ik het goede van wat Ajax na die bekerfinale gedaan heeft tegen PEC Zwolle. Nu tellen ze ook mee wat er in uitwedstrijden gebeurt. En dan 5 keer geen uitsupporters mee. Daarmee laten ze zien dat ze ook verantwoordelijkheid nemen voor wat er buiten de arena gebeurt. En dat is het begin van de goede samenwerking. Ajax op de goede weg dus, volgens u in ieder geval. Over een paar weken, burgemeester, is het weer oud en nieuw. En er mag na een lobby van onder meer de gemeente Amsterdam maar afgestoken worden van 's avonds 6 uur tot 2 uur 's nachts. Maar de verkoop begint natuurlijk al op 29 december. We weten ook een beetje hoe mensen zijn. Die lopen naar buiten met die rotjes. En het is toch wel lekker om ze af te steken. Wat vindt u daar dan van en hoe gaat u daarmee om? Nou, wij hebben alles in nauwe samenwerking met de gemeenteraad toch wel redelijk succes bereikt. Je mocht het vanaf 10 uur 's ochtends afsteken en dat is nu vanaf 6 uur 's avonds. Dus dat scheelt wel. Nu wordt het een probleem van onszelf om het te handhaven. Want je kan het 2 dagen daarvoor ook kopen. Ja, omdat vanuit de vuurwerkbranche kwam het verhaal dat het anders onmogelijk was. En dat die winkels zijn al stampvol in die 2 dagen. Maar het ligt nu echt op ons bordje om het ook echt te handhaven. En daar is een specifiek ding, vanuit de Partij voor de Dieren met name, maar iedereen snapt het, is ook erg aangedrongen om dierenasiels beter te beschermen. Dat konden we al, volgens de Algemene Plaatselijke Verordening. En dit jaar gaat er ook extra capaciteit naar de bescherming van huisdieren, in dit geval rondom die asiels.
En het laatste wat ik wil zeggen is, we hebben een meldpunt. Dat deden politieke partijen al, maar nu hebben we een neutraal meldpunt van de overheid. En dat stelt ons in staat om nu te registreren waar de overlast het grootste is. En daar volgend jaar extra op te handhaven. Ja, en dat meldpunt kan ik daar ook terecht als burger als ik overlast heb? Juist, dat is bedoeld voor burgers. En dat gaat in een campagne allemaal nog bekendgemaakt worden. En u zei het net al, dierenasiel, daar mag niet omheen worden afgestoken. Hoe geldt dat voor de poezenboot? Dat vind ik een goede vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik denk, misschien maak ik wel een beroepsfout. Dus ik zeg, ja, dat zou daar dan ook voor moeten gelden. Ik weet niet of dat officieel een dierenasiel is. Ja. Zullen we afspreken dat u en ik het in ieder geval niet doen in de buurt van de poezenboot? Nou, ik hou helemaal niet van vuurwerk. Dat is wat anders. In Hilversum komt een vuurwerkvrije zone in het centrum. Was dat ook niet wat geweest voor Amsterdam, bijvoorbeeld de grachtengordel? Want er zijn wel eens gebouwen ook echt afgebrand door vuurwerk. Nou, zover zijn we nog niet in Amsterdam. Misschien gaat dat ooit wel gebeuren. Ik denk dat het heel goed registreren van waar de klachten zitten, ons op de weg die we nu zijn opgegaan, misschien bij dat punt brengt dat we ook stukjes van de stad gewoon zeggen helemaal niet. Weet u, ik vind zelf altijd heel indrukwekkend wat er in Londen gebeurt. Daar is zo mooi vuurwerk op een plek waar zoveel mensen het ook kunnen zien, dat het eigenlijk overbodig wordt om zelf nog vuurwerk te kopen. Wat trouwens een hele dure business is. Misschien is dat, als we dat tegelijkertijd doen, en we doen het dit keer weer bij een soort alternatief. Ja. Een goed alternatief waar voldoende mensen van kunnen genieten. Dan komen we nog even terug op de Londense burgemeester Johnson, want die noemde Amsterdam sleazy. Dat betekent toch wel zoiets als onguur. Nou, u kon toch niet laten om nog even een tikkie uit te delen aan de burgemeester gisteren. Nou, een tikkie. Ik ben wel een fan van Boris Johnson. Ik vind het een hele geestig man. Politiek sta ik niet helemaal op zijn lijn, of helemaal niet op zijn lijn, maar hij doet het volgens mij behoorlijk goed. Hier vloog hij even de bocht uit en ik heb geprobeerd hem enige nuance bij te brengen. Ik heb hem overigens echt uitgenodigd. Er was een cultureel proces. Om te kijken naar de Britten hier, hè? Ja, dat was mijn grap. Maar ik heb gezegd, kom vooral naar Amsterdam. En ik zou dat leuk vinden als je het wilt doen, want er is een hele goede samenwerking tussen Londen en Amsterdam. Dat zagen we de afgelopen 3 dagen met een culturele conferentie van 25 steden. Begonnen in Londen. We hadden de eer nu de gastheer te zijn. Dus we zijn vriendjes met Londen. En daarom moet je ook niet heel erg opgewonden raken als iemand dat zegt. Alleen je mag toch een tikje teruggeven. Een leuk gebbertje. Hoe serieus is trouwens zo'n uitnodiging? Is er een brief al de deur uit? Die heb ik vanmiddag meegegeven aan de vice-mayor, de vice-burgemeester, de lokale burgemeester zouden wij zeggen, om aan hem te geven. Zij voelde zich trouwens wel enigszins bedrukt door de uitlatingen van Johnson, want zij genoot van Amsterdam. Nou, mooi nieuws dan. Burgemeester Van der Laan, bedankt. Dank voor uw komst. Graag gedaan. En u thuis natuurlijk ook weer bedankt voor het kijken. We zijn er over 2 weken weer met het gesprek met de burgemeester. Dank u wel.